Bewoners van Dijkveld en omgeving zijn fel tegen de bouw van een moderne afvalverwerkingssysteem in hun buurt. Ze vinden namelijk dat dit project ernstige gevolgen zal hebben voor hun gezondheid en staan erop dat de overheid dit verzoek van de tafel veegt. Het afvalverwerkingssysteem is een voorstel van Kuldip Singh Port Facility. Het bedrijf wil dit afvalverwerkingssysteem graag opzetten bij haar haven aan de Sir Winston Churchillweg. Tijdens een zaterdag gehouden informatiebijeenkomst hebben de buurtbewoners hun woede niet onder stoelen of banken geschoven. Ondanks een presentatie van vertegenwoordigers van Kuldip Singh Port Facility blijven ze bij hun standpunt: het moet niet hier komen. En zo'n fabriek niet te midden van honderden mensen neerzetten, waarbij eventueel bij calamiteiten wij de slachtoffer van worden, toch? Dus daarvoor zijn we bang dat als er wat gebeurt, dan zijn we de eerste mensen die doodgaan. Want we wonen binnen een straal van 100, 150 tot 200 meter rondom Kuldip Singh. En dan hebben we de bezorgdheid wel om dat te voorkomen. Kijk, een soortgelijk geval heeft zich voorgedaan bij Drie Batrasstraat. Daar binnen de wooncentrum heeft een begrafenisondernemer ook gezegd een verbrandingsoven, hè, een crematorium. Dus je kan het bijna vergelijken. En bij een mens is dat misschien minder gevaarlijk, want een mens bestaat uit 70% uit water en 30% maar andere. Maar dit is gewoon chemische stof die men gaat verwerken en verbranden en loodsen in de Suriname rivier. En dan legt men ons uit dat het via veiligheidssystemen en al die toestanden. Maar ja, een keertje kan iets verstopt raken en dat ding komt eruit. Heb je een plan B? Hoe zorg je dat wij geen last van ondervinden? Het afvalverwerkingssysteem is voornamelijk bedoeld om afval van de boorplatforms die vanaf april zullen werken voor staatsolie te verwerken. Kavita Ramjilal, supervisor bij Kuldip Singh Port Facility, zegt aan onze nieuwsdienst dat het model dat haar bedrijf wil opzetten supermodern is. Ze verzekert dat er geen giftige gassen vrijkomen bij dit proces. De mensen zijn een beetje getraumatiseerd van zaken die zich hebben afgespeeld in hun gedeelte. Misschien denken ze aan het probleem van laatst met Onamibo, waarbij je dus echt zo'n brandlucht had. Maar ik heb middels mijn presentatie willen aangeven dat de technologie die we zullen gebruiken op zo'n waste management plan, dat het een hele andere technologie is. Ik heb zelfs foto's en video's laten zien van hoe het is in Guyana. En dat je dus uit zo'n schoorsteen geen zwarte, stinkende, brandende lucht krijgt, maar slechts stoom. Dat hebben de mensen mogen aanschouwen, maar het is ook van beide kanten. Het is, hoe sta je er open voor? Ben je bereid de informatie tot je te nemen? Is iets onduidelijk naar jou toe? Je kan me vragen en ik ben bereid dus daarop in te gaan. Het is jammer dat het zo is gegaan, dat de mensen een beetje averechts hebben gereageerd dan wat ik had verwacht. Maar ja, het is mijn taak om de informatie door te geven aan de mensen. We zijn bezig geweest met het onderzoek en uit de deelresultaten zien we al dat er inderdaad nu al een probleem is. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar geluidsoverlast en je ziet dus dat er langs de weg al een degelijk geluidsniveau is en het ligt hoger dan de gestelde waarde door de WHO. Dus ja, er is nu al een probleem en het is de bedoeling om eigenlijk middels het onderzoek vast te leggen wat zijn de issues die spelen en wat kunnen de mogelijke effecten zijn van zo'n plant. Tot zover Sharin Kunchi Bihari, afdelingshoofd milieu van ingenieurbureau ILACO. Daarvoor zag je Kavita Ramjilal, supervisor bij Kuldip Singh Port Facility. Zij hebben afgelopen donderdag een presentatie gegeven over een vuilverwerkingssysteem dat Kuldip Singh wil opzetten aan de Winston Churchillweg. De uitvoering van dit project ondervindt echter enorme tegenstand van de buurtbewoners.